De keishowerun wordt verzet naar het eerste of tweede weekend van januari. Dit had enkele redenen, maar de voornaamste was dat het aantal aanmeldingen niet voldoende was. Daarom wil de organisatie het evenement opnieuw organiseren in januari. De run is gericht op de geschiedenis, want tot begin jaren 60 werd de lading van schepen aan de Waalkade met de hand gelost. Om dit niet te vergeten wordt er nu een hardloopwedstrijd georganiseerd. Tijdens de wedstrijd dragen lopers een jute zak van 10 tot 15 kilo op hun schouder. Dit allemaal om de oude arbeiders van de Waalkade niet te vergeten. Om een groter publiek te bereiken gaat de organisatie proberen zich niet maar alleen op sterke mannen en vrouwen te richten, maar op iedereen die geïnteresseerd is.